Beste leerling, welkom bij de eerste screencapture over LibreOffice. Vandaag gaat het over het downloaden en installeren van LibreOffice. Ik laat je ook even snel zien waarom onze school koos voor LibreOffice in plaats van het traditionele Microsoft Office pakket. Als ik eventjes surf naar Google en ik zou daar het officiële Microsoft Office pakket willen kopen. Office kopen, kom ik rechtstreeks op een Microsoft website uit waar dat je die kan aanschaffen, microsoftstore.com. Als je daarop klikt, kan je door een keuzemenuutje nog eventjes bevestigen dat je in België woont en Nederlandstalig wil gaan bekijken. Ik heb daarop gedrukt en ik krijg onmiddellijk het eerste overzichtje van de verschillende versies. Als ik op meer informatie druk, kan ik de verschillende versies met elkaar vergelijken. Je ziet hier dat Microsoft Office 2010, de huidige versie, voor studenten reeds €119 kost. Daarin zit Word, Excel en PowerPoint en het pakket OneNote dat we niet op school gebruiken. In het vierde jaar leer je programmeren, leer je met gegevensdatabanken werken en dat doen we met het pakket Access, maar dit zit enkel in de Office Professional licentie. Deze kost je al €499 en let op, het groene bolletje verraadt dat je deze versie enkel mag gebruiken op één PC of door één gebruiker. Dat betekent dat als je meerdere computers bij je thuis hebt en je wil Office Professional op beide of meerdere computers gaan installeren, dan ben je dus een veelvoud van €499 kwijt. Dit is een van de hoofdredenen waarom dat wij kiezen voor het LibreOffice pakket. Dus ik ga eventjes terug naar mijn Google zoekmachine. Google.be en ik zoek daar op LibreOffice. Libre van het Franse vrij. LibreOffice is een afstammeling van OpenOffice, maar wordt beter ontwikkeld. Dus als ik de eerste link een keertje zou aanklikken, kom op de vernieuwde website uit van LibreOffice. Het mooie daarvan is dat die website al herkent met welk besturingssysteem ik werk en welke taalinstelling dat ik voor kies. Dus hier zie je staan downloading LibreOffice. Ik doe dat voor Windows. Het is de nieuwste versie, 3.5. En ik kies de Nederlandse of Dutch taal language. Als je een andere versie wilt, dan kan je hier kiezen not the version you wanted, change system version or language. Dus als je een Apple bij je thuis hebt, een Mac computer, dan kan je hier heel eenvoudig kiezen voor de Macintosh installatie. Ik kies zowel de main installer om het programma te kunnen installeren en zo dadelijk ga ik ook de ingebouwde helpfunctie, maar dan in het Nederlands apart downloaden. Die download is slechts een kleine 10 megabyte groot. De hoofdinstallatie is 201 megabyte. Ik zal daar even op klikken. Dan ga ik die bewaren in mijn downloads folder. Ik ga die gewoon opslaan. Als alles goed is, zal dat niet zo heel lang duren. Ik ga gelijktijdig ook al de LibreOffice helpfunctie in het Nederlands ook downloaden. Dus van het moment dat ik die klik, gaat hij mij natuurlijk vragen waar wil je dat bestand bewaren. Ik geef dat dezelfde naam als hij voorstelt, Helppack Nederland. Ik druk op opslaan en zo dadelijk zal het pakket gedownload zijn. Als de download compleet is, kom ik zo dadelijk even bij je terug. Ik zie dat de download bijna compleet is. Voilà, de download is compleet. Hij doet eventjes nog een controle of er geen virus in verstopt zit, maar dat gaat uiteraard geen enkel probleem zijn. Ik zie dat de twee versies gedownload zijn, het helpbestand en de volledige installatie. Ik ga eens eventjes naar die installatiemap. De eenvoudigste manier is via dit pijltje kiezen op weergeven in map. Nu op het andere scherm is mijn venstertje open, dus ik sleep het even in jullie scherm, zodat je dat duidelijk ziet. Dus je ziet een groot installatiepakket van 200 megabyte en je ziet het helpbestand. Als je gebruik maakt van Windows 7, mag je eigenlijk gewoon op dubbel klikken. Dus je kan er ook met de rechtermuisknop klikken en kies je voor installeren, of je mag er natuurlijk op dubbelklikken. Hij vraagt, ben je zeker dat je dit wil installeren? En uiteraard kies ik voor uitvoeren. Ik krijg een nieuw schermpje, dat haal ik er eventjes bij. En dan zegt hij, welkom bij de installatiewizard. Ik klik op volgende. Ik ga mijn naam ingeven. Onze lieve vrouwinstelling. Uiteraard, ga ik twee keer proberen. Zo. Uiteraard mag jij daar natuurlijk je eigen naam van invoeren. Ik ga die toepassing installeren voor iedereen die deze computer wil gebruiken. En ik druk op volgende. Dan krijg ik een keuzemenu of ik de volledige suite mag installeren. En ik raad je ook aan voor deze optie te kiezen of je kiest een aangepaste module.
kies je aangepast en volgende, dan krijg je de mogelijkheid om pakket per pakket te gaan instellen. Zodanig kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil geen gebruik maken van LibreOffice Map, het wiskundepakket, dan kan je dit eenvoudig via dit pijltje uitzetten en zal het niet geïnstalleerd worden. Nu, ik laat hem eventjes aanstaan en ik ga terug naar vorige, omdat ik eigenlijk de volledige installatie wil gaan gebruiken. Volgende. Maak een startkoppeling op het bureaublad, geen enkel probleem, en doe terug installeren. Dit zal enkele minuutjes duren, dus zo dadelijk wanneer de installatie voltooid is, kom ik weer bij je terug. Ziezo, de installatie is voltooid. Je geeft een mooi eindschermpje mee. Ik druk op voltooien. En ga in eerste instantie onmiddellijk het Nederlandse helpbestand ook installeren. Ook dat gaat heel eenvoudig door te dubbelklikken. Uitvoeren. Ik krijg het mijn ander schermpje de wizard. Die schaal ik er even bij. Voilà. Ik druk op volgende. Hij stelt mij voor om die in de standaard map te installeren. Aangezien ik deze niet gewijzigd had, kan ik gewoon op volgende drukken en ik kies om installeren om te bevestigen. Dit was een klein pakket, dus de installatie gaat zeer snel. We voltooien. Ik heb deze bestandjes niet meer nodig, dus ik kan ze afsluiten. Ik kan ook mijn browser eventjes minimaliseren en op mijn bureaublad heb ik een nieuw icoon gekregen, dat heet LibreOffice 3.5. Dan ga ik onmiddellijk de installatie eventjes testen, want LibreOffice heeft Java, de Java programmeeromgeving nodig. Ik ga even kijken of die op mijn computer in orde is. Dat doe ik door gewoon eventjes te dubbelklikken op LibreOffice. En hij gaat controleren of mijn Java-versie correct is. We gaan die eventjes gelukken. We krijgen het hoofdscherm. En alles lijkt mij prima. We hebben tekstdocument, mogelijkheden, werkblad, presentatie en gegevensbron. Het pakket waar dat je bij Microsoft Office een kleine €500 voor moet betalen. Ik ga een tekstdocument klaarmaken of openen. Dit opent zich prima, dus ik krijg geen enkele foutmelding in verband met het Java besturingsplatform. Ik ga toch even jullie laten zien waar je kan controleren of je de laatste Java versie geïnstalleerd hebt. Moest je dus foutmeldingen krijgen in verband met Java, dan moet je de volgende stap even nabootsen op jouw computer. Om Java te controleren ga ik niet rechtstreeks naar de Java website, maar tik ik in Google in Java controleren, daar staat hij. Als je die gebruikt, kan je naar een onderdeeltje van de Java-website gaan waarop dat jouw Java-versie gecontroleerd wordt. Als ik die druk, zegt hij, mag de Java-controle starten, de Java-versie controleren. Hij heeft daar een paar seconden voor nodig. En dan zegt hij, in mijn geval, er is een nieuwere versie van Java beschikbaar. Mijn Java-versie is 6.Update29, de nieuwste versie is 6.Update31. Ik wil altijd dat ik de nieuwste versie gebruik, dus ik ga rechtstreeks naar de knop Download Java en ik ga akkoord met de licentie bepalen en start de gratis download. Even wachten, hij gaat mij uitzoeken welke versie dat ik juist nodig heb. Ik druk op opslaan, die heeft heel eventjes nodig. We gaan kijken of dat niet te lang duurt. De installatie lijkt mij al voltooid. Ook hier ga ik eens even kijken, weergeef in map. Voilà, het is een klein installatiebestand omdat die meer gegevens nog van het internet afhaalt. Dit is nu een gewone toepassing in Windows 7. Als ik die op de correcte manier wil installeren, moet ik hier niet dubbelklikken. Maar ga ik hier via de rechtermuisknop kiezen voor als administrator uitvoeren. Administrator is de persoon met de meeste rechten op jouw computer. Dus ik gebruik die knop als administrator uitvoeren. Java heeft een nieuw venster geopend, hier is het. En ik ga gewoon de eenvoudige installatie doen door install te drukken. Zo dadelijk zal hij mij een nieuw venster geven. Hij is de installatie al gestart op de andere kant. Ik haal hem er weer eventjes bij en hij zegt deze programma's moet je sluiten om verder te gaan. En dat is vooral Google Chrome. Dat is het programma dat ik gebruik om op het internet te surfen. Dus ik ga op de achtergrond Google Chrome sluiten. En als alles goed is, mag ik nu verder gaan. Save your work, zegt hij. Oké. Al het werk wordt bewaard. Alles wordt verder afgesloten en we gaan kijken of we een nieuw venstertje krijgen van Google, van Java, excuseer. Daar is hij. Ik haal hem er weer even bij. Voilà, dan is het duidelijk. Installen in Java. Als dit zo dadelijk voltooid is, kom ik natuurlijk weer even bij jullie terug. Tenzij de installatie zo snel gaat dat we niet hoeven te schakelen tussen de schermen.
Ik zorg ervoor dat het volgende scherm het einde is van de installatie. We zijn weer terug. You have successfully installed Java, dus alle updates lijken nu helemaal in orde. Dus wanneer ik nu op close druk, ben ik zeker dat ik een correct werkende versie heb van LibreOffice met de laatste Java-versie geïnstalleerd. Ik zal het eventjes presentatie gaan openen, want dat is het pakket waar we de uitleg over zullen doen in deze sessies. Voilà, LibreOffice Impress start prima in het Nederlands. Alles lijkt prima in orde. Ik ga eventjes de versie controleren. Info over LibreOffice 3.5 en alles lijkt prima. Goed, dat was het voor het downloaden en het installeren.